In Buffalo werd zaterdag een informatiemarkt gehouden rond het bouwen van een echte race zitmaaier. Nee, om zo'n gewone zitmaaier om te bouwen tot een race maaier. Ja, dat doe je niet op een regenachtige winteravond niet, hè? Nee. Er gaat heel wat uurtjes gaan daarin zitten. Ik haal nou even de maaidek. Probeer ik er onderweg te halen. Ja. Maar die moet er nog af. Anders mag je niet racen. Ben je wel geïnteresseerd in grasbaan races? Jazeker. Ja? Ja. Heb je het wel eens gedaan? Nee, nog niet. Maar voor alles is een eerste keer. Sinds wanneer is die hobby zo'n beetje gekomen? Dat gewoon de grasmaaiers, zitmaaiers omgebouwd wordt tot racemaaiers? Hoe is dat een beetje ontstaan hier? Ik denk voor een jaar of 8 geleden. Toen ging Stichting Graspop. Die wou een evenement erbij hebben. Die hebben toen jongens uit Twente gevraagd om hier een demonstratie te geven. En naar aanleiding van die demonstratie is het hier ook helemaal in de omgeving wat meer bekendheid gegeven. Ik heb wel maaien. En je gaat er gewoon even het gras maaien, denk ik, hè? Nee. Er zit geen maaidek onder. En er zijn verschillende klasses, hè? Begrijp ik. Klopt, dit is echt gewoon de schuurklasse, zoals ze dit mooi noemen. Schuurklasse? Ja, want ik ben nou het maaidek eronder weg aan halen. Dus deze die heeft voor kort verleden nog gemaaid. Nou, dat doen we nou niet meer. Nee. He, daar gaan we gewoon mee opbouwen. Ja. Heel wat ervaring in gewoon grasmaaien? Oh, nee. Nee? Nee. Nee. De overbodige ballast die moet eraf. De overbodige ballast gaan we er allemaal afhalen. Ja. Gewichtsklasses, is dat ook nog wel belangrijk? Nee. Nee, hè? Nee. Als hij maar standaard blijft. Ja, precies. Ja. Daar zijn wel regels voor. Ja, zeker. Ja. Okay. Ja, je mag aan de machine zelf niks doen. Je mag aan de overbrenging wel wat doen. Ja. Dus dat is eigenlijk het enige beetje. Nou, er moet natuurlijk een dodeman scoren op, uit veiligheid. Ik heb zelf ook wel een grasmaaier, maar die moet ook nog veel harder. Dus. Wat we nou proberen is dus de jeugd weer een beetje te krijgen. Een beetje nieuwe aanwas, een beetje. Dit is laagdrempelig. Ja, kost ook niet zo gek veel. Nee, gewoon gras eroverheen laten groeien verder. Ja, precies. Ja.